Hi, goedenavond. Van harte welkom. Ik ben Facebook Live met een nieuwe strategie om jou toe te laten om sneller af te vallen en sneller vet te verbranden. En dat is wat we willen. Snel afvallen is absoluut een goede zaak. Het zorgt ervoor dat je meer afvalt en dat je je resultaat veel langer vasthoudt. Dat is ondertussen meermaals aangetoond. Gisteren heb ik het gehad over hoe je onder andere hoe je mindful kunt eten. En ik zit een beetje in de mindful zone, want ik heb heel de namiddag genoten van een heerlijke sessie mindfulness en yoga. Dus als ik een beetje anders klink dan anders, of als ik er een beetje meer ontspannen slash moe uitzie, dan weet je hoe dat komt. Maar ik heb er ontzettend van genoten. Ik kan het iedereen aanraden. Het ging gisteren namelijk over hoe je je vertering kunt verbeteren. Hoe je je lichaam het makkelijker kunt maken om te verteren. En een van die dingen is mindful eten. Dus langzaam eten, af en toe je bestek neerleggen. En hoe je je vertering ook kunt verbeteren is om niet te drinken tijdens je maaltijd. Want dat verdunt de lichaamssappen. En dan verteer je gewoon minder goed. Maar wanneer moet je dan wel drinken en hoeveel? Daar bestaan heel veel vragen rond. En daar wil ik het vandaag met jou over hebben. Want als je wil afvallen, als je vet wil verliezen, dan moet je water drinken. Heb jij doorheen mijn verhaal vanavond vragen, dan hoor ik of zie of lees ik die graag. Stel ze gerust eventjes hier in de commentaren hieronder. Ik zal ze aan het eind van de video beantwoorden. En als je hier iets aan hebt, als je dit interessant vindt, als je iets bijleert, geef me dan even een duimpje of een hartje. Dat vind ik fijn, dan weet ik dat ik goed bezig ben. Oké, water drinken dus. Niet tijdens je maaltijd, wel ervoor en erna. Een half uur voor je maaltijd een groot glas water drinken is goed, omdat het je eetlust een beetje zal afremmen. En tot een uur na je maaltijd wil je niets drinken om ervoor te zorgen dat die maagsappen lekker hun werk kunnen doen en je voedsel kunnen verteren. We hebben 100.000 miljard cellen in ons lichaam en al die cellen functioneren op water. Wij hebben dus water nodig om al die cellen te hydrateren, opdat ze zouden kunnen metaboliseren, omdat ze hun werk zouden kunnen doen, onder andere vet verbranden. Maar ook omdat ze zich zouden kunnen reinigen. En wie mij een beetje kent, weet dat ik een afslankperiode altijd start met een grondige cleansing. En dan komen er heel veel afvalstoffen vrij. En die afvalstoffen moeten allemaal je lichaam uit via de lichaamssappen. En die kunnen dan maar beter afgevoerd worden met water. Maar wij hebben niet een bultje op onze rug, we hebben niet een reservoirtje. Dus het moet gebeuren met het water dat wij drinken. Sowieso, als je gaat afvallen, als je lichaamsvet verliest, dan komen al die afvalstoffen vrij, hoe dan ook. Want het is in de vetlagen dat onze afvalstoffen zitten opgeslagen. En mensen zeggen mij dan eens wel eens van, oh, ik heb zo'n hoofdpijn. Wel, ga dan water drinken. Dat is een signaal van je lichaam dat je waarschijnlijk te weinig water drinkt. 2%, slechts 2% deshydratatie van je lichaam, dus van je cellen, heeft al ontzettend veel nadelen op vlak van je gezondheid en dus ook op vlak van afslanken. Want slechts 2% deshydratatie zorgt ervoor dat je cortisol gigantisch gaat stijgen. Cortisol is het stresshormoon. Als je stresshormoon stijgt, stijgt ook je bloedsuiker. Als je bloedsuikerspiegel stijgt, ook je insuline. En dus ook het opslaan van vet. Bovendien verlaagt het je serotonine aanmaak, waardoor je veel meer zin hebt in zoet. Dus kijk eens, op al die vlakken tegelijk heb je een nadeel, niet alleen op vlak van energie en gezondheid in het algemeen, maar op vlak van afslanken en met name vet verbranden in het bijzonder. Kijk, en ons mechanisme om honger te voelen, dat werkt redelijk goed bij de meeste mensen. Zelfs te goed. Maar de reflex om dorst te voelen, daar zijn we wat de weg kwijt. Daar zijn we de voeling met ons lichaam wat kwijt. Er is zelfs een strekking die zegt dat we beter zouden omgaan met drank zoals met voeding. Namelijk het periodiek vasten, ook het periodiek niet drinken.
Nu, ik ben daar onvoldoende in thuis om daar verder uitleg over te geven. Het is in elk geval wel zo dat het goed is om terugvoeling te krijgen met je dorstgevoel. En hoe kun je dat doen? Dat is door je lichaam een stukje te trainen. Om te beginnen ga je 's ochtends, een heel goede gewoonte is 's ochtends een groot glas tot twee grote glazen water drinken. Ik drink mijn water altijd handwarm, omdat dat dan onmiddellijk door mijn cellen wordt geassimileerd. En heel belangrijk is dan dat je nieren, de filters van je lichaam, via de welke alle afvalstoffen moeten gefilterd worden, dat die een reservoir aan water hebben en dat die doorheen de dag veel beter hun werk kunnen doen. En dus ervoor zorgen dat jouw lichaam ontdaan wordt van die zuren en die afvalstoffen. Dat is trouwens te lezen in het boek De Voedselzandloper van Chris Verburg. Hij verwijst daar naar een arts die dat doet en die daar heel veel voordelen van kan aantonen. Je mag dat water best wat pimpen als je dat wilt, zoals met geelwortel doe ik dat en met cayennepeper en citroen, een halve citroen in uitgeperst. Geeft je water meteen een smaakje en heeft dan ook nog een aantal andere voordelen. Maar doe dat. En hou ook doorheen de dag bij hoeveel water je drinkt. En hoeveel water moet je drinken? Wel, dat hangt er natuurlijk vanaf. Dat hangt af van je lichaamsgewicht. Dat hangt af van in welke temperatuur je verkeert. Dat hangt af van je fysieke activiteit. Laten we gemiddeld stellen dat je 30 milliliter water per kilogram lichaamsgewicht per dag nodig hebt. Dus iemand zoals ik weeg ongeveer 55 kilo, ik heb 1,6 liter water nodig. Maar ik drink meestal iets meer, omdat ik ook wat meer activiteit heb dan de gemiddelde persoon. Maar dat is een goede maatstaf. Als je dan al begint met twee grote glazen water 's ochtends, en dan bedoel ik 240 milliliter, ja, dan ben je al goed voorzien. En dan heb je eigenlijk ook, kun je jezelf ook grotere tussenpozen toelaten om niet te drinken. Vroeger werd gezegd, je moet elk uur een glas water drinken. Volgens mij werd dat meer gezegd om ervoor te zorgen dat mensen effectief zouden drinken. Maar ik ben meer en meer de kant op aan het gaan van inderdaad, geef je lichaam drink af en toe eens veel en dan weer een periode niet. En dan heb je ook weer het verrassend effect voor je lichaam, zodanig dat het zich niet gaat vasthechten aan die gewoontes. En dan ga je altijd toch wel iets meer voordelen hebben. Mensen die moeite hebben met water drinken, ja, het gaat echt om water. Oké, je kan ook groene thee drinken, je kan ook kruidenthee drinken en witte thee. Witte thee is zeer goed als je een beetje aan anti-aging wil doen. Dus een paar kopjes groene thee of kruidenthee en af en toe een kopje witte thee is zeer goed. En dat telt eigenlijk ook wel een stukje mee voor je water. Het water dat je wilt drinken, laat dat alsjeblieft zo zuiver mogelijk zijn. Hou het bij natuurlijk bronwater. En zorg ervoor dat je dat niet drinkt uit BPA-rijke flessen. Je wil geen phtalaten in je lichaam. Dat is echt heel, heel slecht. Dat gaat ook je hormonen helemaal ondersteboven halen. Dus dat weet je, dat wil je niet. Dus geen BPA-flessen. Wat dan wel? Wel, ik werk zelf, ik drink zelf het Livjala-water. Dat is het bag-in-box systeem, hè, met het pompje, wordt per 5 of per 10 liter verkocht. En hiermee leer ik mensen ook water drinken. Heel veel mensen hebben het moeilijk met water drinken, maar dit helpt. Omdat het zo zuiver is dat het door het lichaam herkend wordt, drinkt het veel makkelijker. Heb je het dan nog moeilijk om dat water naar binnen te krijgen? Er bestaan ondertussen leuke vitaminedrankjes of preparaatjes die je er kunt aan toevoegen, zoals deze bijvoorbeeld. Die kun je toevoegen aan je water, heb je meteen wat extra vitamine mee naar binnen en krijgt je water een smaakje. En dat helpt om het makkelijker naar binnen te brengen of te drinken. Voor je gaat slapen, dat is nog een tip. Want je weet dat ik aanraad om 3 uur voor je gaat slapen niks meer te eten. En mensen willen dan wel eens honger hebben voor ze naar bed gaan. En dat is geen fijn gevoel. De oplossing daarvoor is drink weer een groot glas, en dan bedoel ik 240 milliliter water. Ook niet meer, want dan ga je weer slecht slapen en dat willen we ook niet. Daar gaan we trouwens morgen over hebben. Maar drink een glas water en ook weer dat is aangetoond dat mensen dan geen hongergevoel meer hebben. Het
coupeert volledig je hongergevoel. En als je dat allemaal gaat toepassen, dan kom je uiteindelijk zeker aan die 2 à 3 liter water uit. En dan zijn al je cellen blij, dan kunnen alle afvalstoffen worden afgevoerd en dan kan je vetverbranding netjes aan de gang blijven. Trouwens, dat staat ook in het boek van dokter Verburg. Niet alleen op vlak van afslanken en algemeen welzijn heb je daar voordelen bij water drinken, maar wist je dat iemand die 5 tot 6 glazen water drinkt, zomaar liefst 60 tot 70% minder kans maakt op een hartaanval? Dus om je maar aan te geven hoe belangrijk het is. Dit zijn een aantal tools die ik je wil meegeven, een aantal instrumenten om jou te motiveren om water te gaan drinken en op die manier een beter afslankresultaat en gemakkelijker neer te zetten. Even kijken. Wie is er allemaal bij? Christel, hey, Lauren, Anna. Moet jij niet studeren, Anna? Ah, dank je. Love you too. Hebben jullie daar vragen over, mensen? Oh, Anna, als je studeert, ook veel water drinken, hè, want je hersenen hebben ook water nodig. En omega 3, dat voedt je hersenen, dan kun je beter onthouden. En je hebt ook een lekker drankje, hè, een energiedrankje, een gezond energiedrankje, om beter en gemakkelijker te studeren. Veel succes, meid, met de laatste loodjes. Hè. Heeft er iemand vragen voor mij? Niet meteen, misschien de mensen die nadien kijken, want vanavond zijn er niet zoveel. Het is opmerkelijk dat op donderdagavond niet zoveel mensen kijken. Hey Anna, ja, cool, super. Oké. Goed, dan gaan we het hierbij laten. Ik wens jullie nog een heel mooie avond. Veel studiegenot, Anna. En zorg goed voor jezelf. En ik zie je heel graag morgen voor de laatste in de reeks van 12 strategieën die jou helpen om sneller af te vallen en sneller lichaamsvet te verliezen. Tot morgen, zelfde uur, zelfde plaats. Dag!